In december start de FCM een actie onder een wel heel speciale naam. Ik krijg letterlijk de kleren is een actie die wij in de maand december gaan doen. Dat houdt in dat ja, mensen thuis kunnen kijken, supporters, sponsoren, iedereen die ja, gevoel bij de actie heeft, om thuis te kijken van hebben we nog voetbalschoentjes staan die we niet meer gebruiken, sportkleding wat nog gebruikt kan worden. Dus ja, alles wat gebruikt kan worden om, om kinderen aan het sporten te krijgen, gaan we inzamelen in de maand december. En het was in december Sinterklaas, hoogstpersoonlijk, die de actie startte. En de actie werd een enorm succes. Er werd maar liefst 366 kilogram aan kleding opgehaald. En het varieerde van trainingsjasjes, voetbalschoenen, sokken, shirtjes, broekjes. Echt alles werd ingezameld. Kortom, een groot succes. Ja, prachtig. Hè? Echt een fantastisch resultaat. We hebben zoveel mensen uh, kleding gedoneerd. Waaronder ook bijvoorbeeld jeugdteams van FC Emmen zelf, die uh, de kast erbij langs zijn gegaan. In totaal hebben we 366 kilo aan kleding opgehaald voor de kledingbank Emmen. Had je dat verwacht, zoveel? Nee, in het begin was het zoiets van nou, even kijken hoe het gaat lopen. En, uh, um, maar op een gegeven moment kwamen gewoon mensen enthousiast uh, de kleding brengen. En op een gegeven moment had Wim, uh, Wim Beepman, onze directeur, die kwam een keer op zaterdag bij het stadion, hing zelfs een tas aan de deur, uh, omdat het stadion natuurlijk gesloten was. Hing er een tas uh, met kleding aan de deur. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, dat zulke dingen al gebeuren. En met 366 kilo kijkt de kledingbank Emma ook tevreden terug. Ja, heel tevreden. Ja. Had je, had je dit ook verwacht? Zoveel? Nee, totaal niet. Hey, er worden heel veel kleding binnengebracht, uh, de gewone normale kleding, maar sportkleding zit er uh, eigenlijk niet zo heel veel bij. Dus ja, we zijn hier gewoon super blij mee. Even voor de goede orde, je kunt dit niet kopen, hè? Nee, je kan de sportkleding kan je niet kopen, nee. Wat wel, hoe gaat het in zijn werk? Hoe, kan, hoe kunnen mensen aan deze kleding komen? Uh, nou ja, via de, de participatiewebshop uh, kunnen ze hier terecht en via de voedselbank en natuurlijk bij onszelf uh, hier uh, aanmelden. En uh, dan krijgen ze een kaart, en dan één keer uh, per maand kunnen ze drie kledingstukken uh, gratis ophalen. En wordt er al veel gebruik van gemaakt? Ja, tot nu toe hebben we bijna 700 kaarten, uh, zijn nu verdeeld onder uh, de Emanaren. Ja, we hebben heel veel reacties gehad. Ook heel positief uh, dat FCM met deze acties doet. Uh, eh, ook vooral voor de gemeente, voor de mensen die, uh, die geen geld hebben om sportkleding te kunnen kopen. Dus alleen, eigenlijk alleen maar positieve reacties. Ja, want 366 kilo, hoe, hoeveel kledingstukken zijn er ongeveer? Nou, ik denk uh, 500, zoiets, denk ik. Ik heb geen idee. Ja, dus zeg ik, misschien in de toekomst nog een keer eenzelfde soort actie organiseren? Dat zou super zijn. Ja, doen wij mee. Nou, het mooiste vind ik natuurlijk dat er echte FCM-shirts tussen zaten. Ook FCM-shirts van vroeger. Maar uh, wat grappig was, dat er ook een retro uh, Pack Swolle-shirt tussen zat. Die ik natuurlijk ook even aan de marketingmanager daar heb laten zien. Zo van, moet je kijken wat wij hier hebben. En dat bleek gewoon ook heel veel waard te, te zijn.